kwam ik per ongeluk op een workshop leerbewerken. En ja, vanaf het moment dat ik mijn eerste stempel erin had geslagen, vond ik het helemaal fantastisch. Ik dacht, ja, dit kende ik zelf niet. En het gevoel, de geur van het leer. Vroeger ponies en paarden gehad. Ja, bracht heel veel nostalgische gevoelens met de geur met zich mee. Het materiaal deed ook heel snel wat ik wou. Ja, ik had zoiets van, ja, nee, dit moet het zijn. En nu ben je aan het leerbewerken, maar ik zie hier allemaal prachtige dingen. Wat doe je hier precies? Ik ben begonnen met het maken van tassen en het geven van workshops in het klein. En het tassen maken, dat heb ik een beetje stopgezet. En ik heb me gericht op workshops en cursussen. En dit jaar ben ik samen met Danielle Rosien een samenwerking aangegaan en hebben we een jaaropleiding. Dat is ook echt een vakopleiding. En daar word je opgeleid tot vakbekwaam leerbewerker. En dit is eigenlijk het leer waar het om gaat hier. Dit leer is bovennerfsleer. Dat is van koeien. En als je kijkt, kan je eigenlijk een beetje zien dat dit de hals is geweest van de koe. Oh, echt? Nou, niet vragen aan welke kant de kop staat, dat weet ik niet. Don't try to understand them, just rope, throw and brandle. Soon we'll be living high and wide. We hebben in deze tijd nog steeds, door alle snel wisselende modedingen, een tas is leuk, maar eigenlijk willen we geen tas voor het leven. Want dat betekent dat we nooit meer een nieuwe mogen kopen. En dat is gewoon... En vooral voor vrouwen is dat heel erg natuurlijk. Cut them out, ride them in, cut them out, ride them in rawhide. Ja, een van de redenen waarom ik leer echt zo mooi vind, is omdat het gewoon... Ja, het is echt huid, het heeft geleefd... Dit leer is een bijproduct van vlees. Er worden geen koeien geslacht voor hun leer. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ja, en op het moment dat iedereen vegetarisch gaat eten, dan moeten we iets anders verzinnen. Dan hebben we niks meer. Nee, ik ben zelf wel vegetarisch. Dus oh, maar, ja. Oh, wat grappig. Dus... Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik kan die uren rondlopen. Ja. Maar dat kunnen de kijkers ook. Want op 26 januari, zeg ik dat goed? Ja, zeg je goed. 26 januari. Van 10 tot 4 staat hier de deur open. We hebben 2 proeflessen. 'S ochtends kun je een sleutelhanger maken. En 's middags kun je een pashoudertje van leer maken. Daar moet je je wel voor opgeven via onze website. Dat is www.leervermaak.nl. En verder verkopen we die dag ook tuigleer waarmee je zelf aan de slag kan. Dus ik zou zeggen, allemaal 26 januari naar de Europalaan 20. En ga je vermaken met leer, zou ik zeggen. Doeg!